Tony, bij Gilde Sint-Joris, dus op het moment hebben ze hier een wildconcours. Maar we staan hier bij de hoofdman van het Gilde en die heeft ons wat te vertellen over de komende schuurverkoop die jullie willen organiseren. Wij wonen eigenlijk over een dag of 14, drie weken, wonen wij eigenlijk een schuurverkoop organiseren gewoon voor het uniformfonds. Want dat is ook alweer een jaar of drie geleden dat we dat gedaan hebben. En we hebben eigenlijk met ons Gilde toch nog regelmatig toch nog onkosten eigenlijk. Want ons kostuums is heel mooi, maar die kosten toch regelmatig geld. En eigenlijk zijn ze best duur. Die kosten nou wel iets van onderhoud. En daarom zijn we eigenlijk van plan om toch af en toe iets te organiseren dat een beetje in de kast krijgen. De schuurverkoop, een schuur of een garage, is het bij verschillende mensen thuis of ergens centraal? Deze keer doen we het gewoon weer bij ons. En we wonen eigenlijk de tent opzetten die we van het gild eigenlijk. En we maken natuurlijk dat de kachel lekker warm is en dat we de mensen aan noord hebben. Dat is de bedoeling. Jij zit bij ons, maar dan willen natuurlijk de mensen wel weten het adres. Dat is Oorschotseweg 20, Moergestel. Als mensen goederen hebben, als spullen hebben, kunnen ze die ook bij jullie brengen voor de verkoop ten bate van Sint-Joris? Dat kunnen ze en dat is de bedoeling dat die rond 12 november, dan hebben wij ons tent staan. En dat ze dan die week aan kunnen voeren, tenminste die, met een beetje redelijke spullen die allemaal nog een beetje wilden. Wij verwachten jullie allemaal 19 november met de schuurverkoop bij ons op de Oorschotseweg nummer 20.